Een overstapluchthaven kan Suriname helpen meer passagiers aan te trekken. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij is samen met de NV Luchthavenbeheer bezig om één station tot één overstapluchthaven te maken. Dit zal voordelen hebben voor zowel de luchtvaart als de toerismesector. Paul De Haan, directeur van de SLM, liet gisteren op een bijeenkomst van Kenniskring weten dat de directie drukdoende is om de SLM verder te ontwikkelen. Dit heeft allemaal te maken met het herstelplan van het bedrijf. Daar zijn we bezig in het herstelplan dat wij Vision 2023 noemen. En daar zijn een aantal variabelen die we daarin hebben opgenomen. Waaronder de vlootkeuze. En dat is dus een keuze tussen Airbus en Boeing. Maar ook, met wie gaan wij samenwerken? Er zijn wereldwijd heel veel luchtvaartmaatschappijen met wie we willen gaan samenwerken. Maar het belangrijkste is om te kijken naar welke alliantie wij kunnen gaan samenwerken. En de wereldwijde allianties, SkyTeam, Starlines en Oneworld. Ik zit niet direct voor ogen dat wij daar ons kunnen mee aansluiten. Daar zijn we nog niet groot genoeg voor. Maar we kunnen wel ons toekomstig netwerk alvast gaan bouwen om dat netwerk van een bestaande alliantie heen. En daarbij aansluiting zoeken. En doorverbindingen, middels een co-chair agreement, et cetera. En het belangrijkste zijn samen met het luchthavenbeheer van de luchthaven hier in Paramaribo, zijn we in gesprek om te kijken hoe we met een kleine investering van een eindstation, hoe we daar een overstapluchthaven van kunnen maken. En met die overstapluchthaven gaan we onszelf meer op de wereldkaart zetten, om meer passagiers aan te trekken en een breder afzetmarkt, dus de behinds en beyonds zoals dat heet. Rabin Bouda, directeur van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, liet weten dat transport heel belangrijk is voor de toerismesector. Uiteraard kan geen enkele destinatie bereikt worden zonder goed transport. Ondanks de uitdagingen waarmee de luchtvaart- en toerismesector kampen, gelooft Bouda dat ze zullen overleven. Toerisme heeft veerkracht. Als we kijken naar wat allemaal op ons af is gekomen de afgelopen jaren, als SARS, terrorisme, tsunami, nu corona, zullen we dit ook overleven. Alleen moet er goed beleid gemaakt worden en mensen moeten zich daaraan houden. Toerisme was er, is er en zal er zijn. Denk maar aan handel, business, sport, etc. Business toerism, inclusief dienstreizen, vooral bij de overheid, gaat waarschijnlijk afnemen door de ICT-opties die wij nu hebben. Thans hebben Zoom, Teams en etc. En de luchtvaartsector weet het veel beter. Ik denk dat business tourism toch wel een heel grote bijdrage ging leveren aan de inkomsten binnen de luchtvaartmaatschappijen. Kansen, uitdagingen voor de ontwikkeling van het lokaal toerisme, waar wij weten dat het 2,5 tot 4 jaren zal duren voordat het internationaal toerisme op gang zal komen, moeten wij nu de kansen grijpen om het nationaal of het lokaal toerisme aan te pakken. Rabin Bouda, directeur toerisme van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij zegt dat er meer aandacht besteed moet worden aan de toerismepotentie in ons land. De bijeenkomst van de Kenniskring had als thema de toekomst van de Surinaamse luchtvaart- en toerismesector. Kansen en bedreigingen.